doen, zeg maar. Ook een hele goede morgen, lieve kijkers. Nou, zoals jullie zien heb ik dus alles erin. Ik heb alles nu gedaan. Ook een hele goede morgen, lieve kijkers. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag namelijk alweer vrijdag 26 februari 2021. Ja, en wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Dus ja, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, dat was eventjes een nieuwe en een andere intro dan jullie ze van mij zijn gewend. Maar dat maakt het ook helemaal niet uit. Het is even eenmaal zo. En ik loop dus nu, zoals jullie zien, lekker even met de twee dames buiten. Want mijn schoonmoeder vond het leuk om dus beauty uit te laten en geen sleutels mee te nemen. Want die had ze namelijk laten liggen bij Ro. Ja. Dus ja, dus ik mocht. En ik was al uit bed, deels. Ik was al wakker. Ik had me al een beetje aangekleed. In één keer gaat de deur wel. Ja, kun je even de sleutels geven? Nou, ik heb een afspraak met Ro. Die krijg je niet. Dus ja, dus beauty wordt van dat gaat erg voor getrokken en bij mijn schoonmoeder. Ik heb ook al tegen Ro gezegd, hier moeten we een hele goede afspraak over maken, want dit ken je niet. En nou begrijpen we ook van waar Lovely haar gedrag vandaan komt. Want Lovely, dat hebben jullie ook wel kunnen zien, is heel erg veel naar haar zus toe. Of misschien dat het niks mee te maken heeft, maar ik denk het haast wel. Dat Lovely toch merkt dat haar zus vol wordt getrokken. En Beauty die was mee met mijn schoonmoeder en Lovely die was nog gewoon binnen. En mijn schoonmoeder die zegt dus dat ze het vaker doet. Maar ja, dan heb je dus inderdaad het gedrag van Lovely, dat ze dus fel wordt naar de zus. Ja, en dan moeten we dus weer zien uit te krijgen. Dus ja, dus nu is het eventjes andersom. Lovely wil heel veel aandacht gaan geven. En Beauty ook wel, daar niet van. Ik weet hoe ik daarmee om moet gaan. Dus. Komt allemaal wel goed, maar dit heeft weer een hele lange leidersweg te gaan. Ja. Dan heb je ze allemaal weer netjes, alles lekker op de rit. Niet veel, gewoon rustig. Beauty wordt voor getrokken en Lovely die wordt veel. Dus ja, we gaan het meemaken. Kom maar. Hey, Senna, kom je er ook weer op? Hey, Senna. Dat is lang geleden. Senna! Senna! Kom dan! Kom dan! Waar is... Daar hebben we de twee dames. Senna! Kom dan! Kom dan! Kom dan! Niet! Oeh! Kom dan! Senna! Senna! Kom dan! Hier langs! Hé, hey, hé! Hey. Lovely! Kom! Deze kant! Kom! Lovely, wel luisteren. Ga maar naar Senna toe. Senna. Hi, kindje. Hi, kom eens hier. Hi, Senna. Hi, schat. Ja, je bent lief, hè. Oh, ja, ja, ja. Ja, dat doe je toch zelf, hè? Ja, hè, Senna. Oh, wat ben je weer lief ook, hè. Hi, schat. Kijk er dan.
Lekker. Was dat het weer? Nee, nou niet. Kijk, kijk. Nou, ik ga weer even brood bakken. Ik doe het nu op een andere manier. Ik heb dus, hier staat dan volkoren brood. Ik doe nu in plaats van 350 doe ik 400. Doe ik even iets meer. En dan doe ik geen normale kristalsuiker, maar ik doe bastardsuiker. Dus dat wordt ook even anders. Hartstikke mooi. Want dat wou Roderick heel graag. Dus dan kan hij dat krijgen. Nou, zoals jullie zien heb ik dus alles erin. Ik heb alles nu gedaan. Ik heb meel, ik heb gist erin. Ik heb suiker erin, zout erin. Meel erin. En we gaan Emma in de dingen doen. Stopcontact erin. En eens even kijken hoe mooi die er weer gaat worden. Ja. Kijk eens mensen, hoe mooi. Ik ben er heel erg ingezoomd. Dat is zonder raam. Dit is zonder raam. Een hele mooie maan. Ik heb er ook al sowieso wel een foto van. Ik moet even mijn focus zien te houden op mijn ding. Hartstikke idee. Yep. En dit is met raam. En dan ga ik soms eens even proberen om dus een foto ervan te maken. Ja. Ja, nou onze laatste ronde. Ja, onze laatste ronde. Het is koud. Het is frisjes, hè. Kom maar. Maar ik ben blij dat al die sneeuw lekker weg is. Ja, ga je mee? Kom. Zit. Zit. Goed zo, ben je braaf. Ja, over. Goed zo. Blijf. Blijf. Zit. Goed zo. Over. Goed zo. Kijk, komt toch niks aan. Is toch dood. Ja, lief allemaal. Het is alweer 11:55, midden in de dag. Ik wil jullie gewoon graag bedanken dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. En dat jullie vertrouwen in me hebben. En dat er altijd weer een leuke vlog online komt om 2:00. Maar ik wil jullie gewoon heel graag bedanken. Dus vergeet niet het duimpje hier te doen. Doe het belletje aan. Vergeet ook niet te abonneren. Want dan blijf je van alles op de hoogte. En laat een leuke reactie achter. En dan krijg je zeker een reactie terug van mij. En dan zou ik zeggen dankjewel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Een dikke toet op jullie snit. En tot morgen. Doei doei.